zo wel eventjes rechtdoor steken en dan even in de box. Ja. Kom ik zo wel even bij jullie, ja? Ja. Oké. Okay. We hebben hier een boterverlier, al lang waar, de Schakel. Hier achter het brechtje en het lijkt mooi in het verlengde van de haven. Ja, en ook kwam de haven voorbij. En dat leek weer een prachtige uitdaging. Nou? Dus dan ben je nou havenmeester? Wij zijn nou havenmeesters, ja, samen met mijn vrouw. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Heb ik gisteren toevallig zo'n tasje met toiletpapier hier liggen laten? Nee, hier niet. Heb je niet gezien? Nee, niet gezien. Nee? Nee, ja, dank je. Oké, okay, cheers. Jo. Ja. Hoe heet het in Duits? Nou, dat gaat op zich best aardig, hè? Maar het is wel wat huis- en keuken Duits wat ik praat. Maar op het algemeen dan kan ik het niet laten verstaan. Oh. Oh, dat wist ik, ja. Nou, zullen zo. Dank je. Hartstikke mooi. Ik heb uit de plak. Dus zou vullen je elkaar aardig om? Dus vullen wij elkaar aardig om, ja. Morgen. Goedemorgen. Hi. Havenmeester van het jaar. Alles goed? Bedankt. Nou, Cox. Jazeker. Daar gaan we voor, hè? Ja. Ja. Zo, hallo. Die vader weer af? Ja. Oké. Okay. Schön gehad. Ja. Mooie dagen. Mooie dagen, hè? Ja. Je hebt een hele illustre voorgangers. Ja, die hebben we zeker. Ja. Minke natuurlijk, de zangeres. Hè? Menno, de zingende... havenmeester met de bakfiets. Ik mag jou tegen, olé o. Jij was verlegen, olé o. Hoe zou je dat nou vullen? Dat wordt heel moeilijk, want die bakfiets die hebben wij niet. En Sjongen hebben ik net. Dus wij zullen dat toch een oren boel gooien moeten. En helemaal enig idee over hoe dat... Wij hebben baren. Tot ziens. En graag voor de volgende keer. Goedemiddag. Het is goed echt uitzwaai daar, hè? Inderdaad, klopt. Ja. Maar ik rijd het een beetje een bloed hartje, dus dat is een goed teken. Oké. Ik had er ongeveer 4 jaar werk bij me. Nou, ik hield een product. Al een hele product ik. Maar het lag altijd in kisten, dus zagen het ding niet. En nu ik dacht nog ook het kreeg deze ruimte kreeg vrij. En dacht nog ook een soort museum gaan maken. Ja, het is het oude, hè? Het is alweer ark van 1900. Dat is dit dan. Ik heb geen flauw idee. Huh? Vroeger dan hier bij de locomotieven, hè? En hier ook een shuttle met de brandstof in geworden. En dan kwamen daar slakken in. En steken die bulken brand en dat halen ze dem uit de kachel bij. En ben je hier nog vaak te vinden? Ja, de laatste jaren wel. Heel vaak zelfs. Gaat al daar. En wat doe je hier dan? Dan zit je ook wel lekker tussen jouw ark? Nee. Maar nee, het komt wat starer aan met het klaarkomen. Hè? Hoe bedoel je al met het klaarkomen? Nou, ik ben in dit gedeelte ben ik begonnen. Nou, en toen is dat er bekwam. Dus altijd wel werk. Heb
Heel ik wel eens gasten in het museum? Gasten? Nou, net volle. Nee. Want ik moet dan zeer. Ja, kleer krijg je het nooit, maar. Het meert een beetje. Te plakken. Maar dan heb je een museum en dan heb je dus geen gasten? Nee. Nee, maar dat komt misschien nog wel. Weet je net, hè? Maar jou wil jouw collectie net dielen moren, meisje? Jawel. Dus wel. Maar ik ben net zo dat ik zeg, nou, ik steen daar altijd voor hier. Want dan ben ik mijn vrijheid, ik weet.